Maar we beginnen met branden bij agrarische bedrijven in het Gooi en Werkhoven, net buiten Houten. Vorige week had de brandweer haar handen er vol aan. Een veehouder uit Werkhoven was twee keer de klos. De politie onderzoekt de branden en brandstichting wordt zeker niet uitgesloten. Martin de Wit van de Politie Midden-Nederland, welkom. Dankjewel. Jullie zijn onder meer op zoek naar camerabeelden. Dat klopt, van bewakingscamera's in de omgeving. Ja, we willen graag in beeld krijgen wie daar nou allemaal zijn geweest in die omgeving. En dan natuurlijk specifiek op de momenten dat die branden ook uitbraken. De eerste brand was vandaag precies een week geleden bij een koelbedrijf in het Gooi. Op woensdagochtend 24 oktober ontstaat er brand in de loods van het koelbedrijf waar fruit wordt opgeslagen. Zwarte rookwolken zijn vanuit de verre omtrek te zien. De brandweer kiest ervoor om het gecontroleerd uit te laten branden, omdat er asbestplaten in de loods verwerkt zijn. Al met al is het een enorme strop voor de ondernemer. Een dag later rukt de brandweer weer uit, nu naar het naastgelegen Werkhoven. Daar staat een koeienstal in brand. De boer schrikt wakker van geloei en geblaf van de hond, springt uit zijn bed en ontdekt dat er hooibalen in brand staan. Met een shovel haalt hij de brandende balen weg. Daarna doet de brandweer de rest. Nog amper van de schrik bekomen wordt dezelfde boer in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 oktober weer wakker van geluiden. En ziet dan dat zijn stal weer in brand staat. Waar bij de vorige brand alle dieren in veiligheid konden worden gebracht, overleeft nu een aantal koeien de brand niet. Daarbij is er voor ruim 2 miljoen euro aan machines afgebrand. Ja, enorm veel schade bij beide bedrijven, Martin. Is nou een verband tussen deze branden? Want volgens medewerkers van het Werkhovense bedrijf wel, omdat hun bedrijf samenwerkt met dat bedrijf in het Gooi. Ja, we hebben dat natuurlijk in onderzoek. We kennen deze verhalen ook. Maar voor ons is het echt te vroeg om daar al iets over te bevestigen. Oké. Je zei het al, hè? Waar jullie nu vooral naar op zoek zijn, is videomateriaal uit de omgeving. Ja, we doen een dringend beroep op mensen. Om mensen die camera's hebben in de omgeving van die getroffen bedrijven, om die beelden met ons te delen. En we hopen daarop mensen te zien die daar bijvoorbeeld niks te zoeken hebben of die zich verdacht gedragen rond deze bedrijven. En de beelden kunnen ons op het spoor brengen van mogelijke daders, mocht er inderdaad sprake zijn van brandstichting. Voor ons is van groot belang. En daarnaast willen we heel graag in contact komen met mensen die misschien meer weten over de motieven voor mogelijke brandstichting. Wat zou er hier nou eigenlijk achter zitten? En als mensen dat anoniem aan ons willen melden, dan kan dat natuurlijk ook. Precies. Heeft u beelden, ook al denkt u dat daar niets bijzonders op te zien is, de politie wil ze toch heel graag bekijken. En als u meer weet over het hoe en waarom van de branden, neem dan ook zeker contact op. U kunt bellen met opsporingstiplijn 0800 60 70 of met Meld Misdaad Anoniem dus. En dat nummer is 0800 7000.